Yo, we zijn hier nog een keer weer. We zijn hier vandaag aan een kwattenwaard. Een 450 IFZ. Dat gaat wel vooruit, zijn jongen. Kijk, ik ga het eerst een keer doen. Ik ga even met mijn... Voilà, je ziet hier. Ik zet hier op een website van ons traceersysteem. Dus wanneer je een kwad dat hinten staat, kan ik het doen. Je ziet het staan. En uitgerust met een traceersysteem. Dus je ziet, voilà, je ziet hier schoenen, hier staat mijn atelier, dat hier mijn huis en dat is hier mijn atelier. Hé, voilà. Wat kunnen we nog zien? Hup, kan ik erop duinen. We kunnen bijvoorbeeld de ritten gaan bekijken. Voilà, ik heb een proefrit gedaan en je ziet hier schoenen, hup. Ik ga langs hier erheen, langs daar erheen, door het draait, hup, en weer. Je ziet waar dat je gereden hebt, je ziet ook hoe rap dat je aan het trainen wordt. Dat staat hier allemaal in, helemaal gedetailleerd. Dat is eigenlijk een tracker, echt een track and trace, waar je alles kan mee doen. Je stilstand tijd, je afgelegde kilometers, alles staat erin. Even terug naar de hoofdpagina. Het zitten natuurlijk ook zone-opties in, dat wil dat zeggen dat je een quad, je auto of je jeep, maakt niet uit wat, uit een zone vertrekt, dat hij sowieso meldingen heeft op je gsm. Je kunt dat allemaal zelf eigenlijk gaan instellen. Heb je een dochter of een zoon daar rondgaat, wel, kun je een auto gaan volgen, kijken waar die stort, hoe lang dat ze daar stond. Weet wel, dat is misschien wel gisteren, aan mijn dochter 18 is, wil ik ook wel weten waar dat ze zit, als er wat is dat ik ze kan helpen. Of je in zijn tanden te kloppen bijvoorbeeld. Dat is allemaal het voordeel van zo'n traceersysteem. Voilà, ik ga het daarbij laten voor dat traceersysteem. Als je meer informatie wil hebben, ja, ga je moeten vragen. We gaan ondertussen kunnen we beneden naar die quad gaan kijken. Want we hebben daar nog wensen aan uit de voert. We hebben daar een trailtech Viper opgestoken. Wat is een trailtech Viper? Dat is eigenlijk een kilometriek met alles rep en dran. Zo'n Yamaha IFZ 450, dat is eigenlijk een crossbeest. De buitenverhouding is ook anders op een 700, vier lichten. En dat gaat wel vrij goed vooruit. Ik ga eerst even twinnen. Voilà. Dat is hier onze Viper. Wacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn scherm eruit. Misschien gemakkelijker zijn. Dus hier zie je hem, de Viper, wanneer je het contact aan hebt. Voilà, zo ziet hij eruit. Wat zie je hier allemaal op? Je ziet hier 14 graden, dat is de buitentemperatuur. Je ziet hier natuurlijk ook hoe luid dat is. Je ziet de kilometers die je erin net. En wanneer ik er heb mijn nu duin. Voilà, je ziet momenteel het watertemperatuur 54 graden. Je gaat aan het afkomen. Die is ook geprogrammeerd, dus je hebt hier twee lampjes. Een oranje en een rood. Dat oranje lampje gewoon bijvoorbeeld, dat is geprogrammeerd voor te versmijten. Als je niet weet hoe je moet versmijten, en wel, het lampje brandt, moet je versmijten. Als het roerlampje brandt, wil het zeggen dat je de luiten versmeten hebt. Tegen niet dat er nog gaan kijken, maar het zet er natuurlijk op. Wat je ook nog, als je temperatuur te hoog gaat, gaat je oranje lampje beginnen pingen voor te zeggen danger. Dus dat wil zeggen dat tijd is voor te koelen. Meestal is het geval dat je een kwad staat te draaien en je staat stellen, en je zit aan het babbelen, dan komt hij warm. Als hij in danger gaat en troet, wil het zeggen ja, dat je zeer in de natuur gaat moeten rijden aan hoe snelheid dat hij zeer kan koelen. Dus gaat dat nu allemaal zien. Kilometriek. Een toerenteller natuurlijk ook. Je hebt tot 12.000 toeren. Een 1 cilinder gaat geen 12.000 toeren, maar het kan natuurlijk. Wat houdt hij ook bij? Je maximale snelheid bijvoorbeeld. Een uurenteller. In feite zet er daar vrij veel op. Vrije proper, dat is hier een zwarte, wat dan een zwarte kwad. Je zult niet misschien pijzen hoe die een kwad, dat is hier niet proper. Het zit hier geen karnuizen op, maar die jongen is er nog aan bezig. Die kooit is al gespoten, dus dat is wel een schoon katje. Kwadje en wording. Pijlak de zijde. Dat is nog een keer aan. Buitentemperatuursensor. Watertemperatuursensor. Toerenteller. En denk, een kilometriek. Een urenteller. En maximale ding dat hij bij ook moet staan. In de instelling dat je moet doen. Voilà, we zijn rond. Het is dat. Voilà, dat was het.